Dag iedereen en hartelijk welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Leuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe video. Vandaag laat ik jullie zien hoe jullie een mooie winterhoofdband kunnen haken in verschillende kleuren. Net zoals deze. Ik heb dit heel eenvoudig gehaakt met vaste steken en luchtsteken. Het is een heel eenvoudige en snel gemaakte print. Een super schattige hoofdband. Hoe ik dit heb ontworpen en wat ik hiervoor heb gebruikt, ga ik jullie nu laten zien. Wij gaan beginnen met deze leuke wol van Rico Design Creative Melange. Bij mij is het een beetje kapot gegaan. Ik heb dit teruggekleefd met wat plakband. De wol is 50 gram, 85 meter, 53% bestaat uit scheerwol en 47% uit polyacryl. De wol is bestemd voor een 6 of een 7 naald, maar ik gebruik de 5 omdat ik de hoofdband iets compacter wil hebben. We gaan eens zien wat er hier nog allemaal op staat, dat relevant is voor ons. De kleurnummer is belangrijk. De kleurnummer hier is 46. Ik denk dat dat zowat alle relevante informatie was over de wol. Ik neem zo meteen mijn naald en ik begin van binnen naar buiten te haken. Maar eerst haal ik nog het midden van de wol er doorheen. Zo. We gaan eens zien, er zit een klein knoopje. Even de knoop losmaken. En voilà. Wij gaan beginnen met oneven aantal steken. Zo. Doe de wol eerst op de naald natuurlijk. Een klein stukje overlaten. En ik begin eerst met 10 steken. We beginnen met een oneven getal. Dus dan krijgen we 11 steken. Ik heb er al 3 zoals jullie kunnen zien. En dan ga ik zo meteen verder gaan met 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11. Voilà. Wij gaan eens kijken naar hoe lang het is geworden. Het is nog een beetje te kort voor hoe ik mij de hoofdband voorstel. Daarom neem ik er nog 2 steken bij. Zo, 13. Jullie kunnen ook nog altijd variëren, zoals de lengte van jullie hoofdomtrek aanpassen, de hoogte aanpassen naar gelang de hoogte die jullie wensen. Dus ja, een beetje breder, een beetje smaller. De hoogte, de keuze is volledig aan jullie. Ik heb nu gekozen voor 13 steken. De eerste 2 steken slaag ik over. Eentje voor de hoogte en eentje voor de rij. Ik ga het nu in de derde doorsteken en erdoor halen. Zo, direct nog eens erdoor steken. En een vaste haak haken. Dan weer een luchthaak. Dan ga ik het weer eentje overslaan. Een vaste steek maken. En weer erin steken en weer opnieuw een luchthaak. Weer eentje overslaan, een vaste steek maken, een luchtsteek. Voilà. Weer eentje overslaan en erin steken, een vaste steek maken en luchtsteek maken. Weer eentje overslaan, meteen er weer insteken, een vaste steek maken en een luchtsteek maken. Voilà. Dan gaan we weer eentje overslaan. Het gaat allemaal heel snel, zoals jullie kunnen zien. Weer een beetje wol uittrekken uit de bolwol. Voilà. Weer een luchtsteek maken. We gaan 2 luchtsteken maken. Eentje voor de hoogte en eentje als prikplaats. Nu wordt de luchthaak eigenlijk rondgehaakt. Ik ga het nu omdraaien en als ik het een beetje uit elkaar rek, dan kunnen jullie kleine openingen zien. Hier is de eerste, hier de tweede, hier zien jullie er nog eentje. Je kan deze nog met de naald goed vullen nadien. Dit zijn de prikplaatsen die ik heb. Zo, hier heb ik 2 als afstand. Hier ga ik het weer insteken. Hier ga ik het er weer rond de luchthaak een vaste haak haken. Dan natuurlijk weer een luchthaak. Dan weer een vaste haak. Een luchtsteek, een vaste steek, een luchtsteek. En opnieuw een vaste steek, een luchtsteek, een vaste steek, een luchtsteek. Zoals jullie kunnen zien gaat het super, super snel. We vinden de prikplaatsen erg gemakkelijk terug. Zo, hier heb ik dan een vaste steek. Dan is de eerste rij ook achter de rug. Dan heb ik hier 2 luchtsteken die ik heb gehaakt. Daar rond ga ik weer een vaste steek haken. Zie zo. Dan ben ik nu ook klaar met de tweede rij. Voilà, na een vaste steek. Nu weer wat wol uit de bolwol trekken. Als je het een beetje uit elkaar rekken, dan zien jullie de bogen. Jullie kunnen altijd met de vingers wat navoelen. Deze hier zijn de luchthaken, waaronder het dan wordt gestoken. Heel gemakkelijk om terug te vinden. En ik neem natuurlijk opnieuw voor de overgang 2 luchtsteken. En dan ga ik opnieuw terughaken.
Hier heb ik weer een luchtsteek. Ik ga mijn naald hieronder heen halen, een vaste steek haken, direct daarna weer een luchtsteek nemen. Dan heb ik nu de volgende luchtsteek en ga ik weer een vaste steek hieronder heen halen, een luchtsteek nemen, de volgende vaste steek haken, een luchtsteek, een vaste steek maken en meteen daarna een luchtsteek nemen. Ziezo. Nu kom ik zo meteen weer bij het einde. Dit zijn de twee luchtsteken waarmee ik daar straks ben begonnen. Zo ga ik opnieuw een vaste steek haken. Een luchtsteek, nogmaals een luchtsteek. Zo, ik heb opnieuw een overgang. Zoals jullie zien wordt het enorm snel ontworpen. Het wordt ook compact doordat ik voor een iets wat kleinere naald heb gekozen. En zo ga ik dus eenvoudig verder haken. Ja, de kleur verandert nog niet zo snel zoals jullie kunnen zien. Ik zal nog wat meer wol uit de bolwol trekken. Hier kunnen jullie een beetje grijs zien zo meteen. Ziezo, hier een beetje grijs. Voilà, je kan altijd een sterkere onderscheid zien van de kleuren. En dan hebben we nog een beetje een oranjeachtige kleur hier. Hier hebben we wat donkerdere kleuren. Het ontwikkelt zich wel heel leuk, maar ik moet dus nog een hele stuk verder haken met deze print. Ik zal nog snel een rij laten zien. Zo, de hoogte heb ik al. Nu opnieuw een vaste steek haken, een luchtsteek en opnieuw een vaste luchtsteek. Weer een vaste en weer een luchtsteek, een vaste, een luchtsteek, een vaste steek, een luchtsteek, een vaste steek, een luchtsteek en opnieuw een luchtsteek en een vaste steek om te eindigen. Na de vaste steek op het einde gaan we twee luchthaken maken, zo meteen. Ziezo, deze rij is ook klaar. Zoals jullie zien gaat het allemaal heel snel. Intussen heb ik de lengte die ik wou. Dan kunnen jullie hier ook zien. Het heeft een enorm interessante verloop qua kleuren. Hier in dit deeltje zien jullie turquoise blauw met ervoor en erachter oranje. Daarna wordt het weer blauwer met een beetje donkerder paars. En dan heb ik hier weer heel veel blauw. Helemaal leuk. Ja, hierboven heb ik ondertussen... Heb ik het ook al gemeten. Het is zo'n 49 centimeter bij mij. Ik zou toch adviseren om een beetje korter dan je hoofdomtrek te maken. Zodat het nauw en strak aan je hoofd zit en niet wegglijdt. Dus je haakt... Dus ja, gehaakte zaken zijn altijd wat elastischer. Nu ga ik beide uiteindes op elkaar leggen. Dan ga ik het een beetje zo, zodat ik van rechts naar links kan haken zo meteen. Zo. Jullie kunnen zien dat ik mijn rechterkant, dat ik in mijn rechterkant de naald heb en ik leg de andere uiteinden zo hierachter. Ik ga de draad terug oppakken en nu ga ik gewoon hier oversteken en tot één geheel haken. Ik ga het van boven insteken, dan steek ik dat tegenovergestelde gedeelte dat erbij hoort hier. Het aantal is de hele tijd gelijk gebleven. Verlies wel niet de draad. Zoals mij. Voilà, zoals ik het net voor had. Weer een keer erdoor en dan de volgende hechtingen maken en erdoor halen, insteken, aan elkaar hechten en erdoor halen. En dit dan volledig hierover. Ziezo, eens goed trekken. Het moet natuurlijk nog verkort worden en de overige deeltjes moeten afgeknipt worden zo meteen. Voilà. Hier nog eentje erin steken. Goed aan elkaar haken als één geheel. Dat is belangrijk. Voilà. Zoals ik al zei, moet het nog verkort worden en de overige deeltjes moeten afgeknipt worden. Van de buitenkant is de naad bijna niet zichtbaar. Men ziet hier wel een kleine overgangsdipje, maar dat houdt het allemaal wel mooi samen. Aan de binnenkant zien we wel een klein naadje, maar dat is natuurlijk niet zo erg, omdat je dat niet kan zien aan de buitenkant. Ik kon het ook nog een keer verdraaid hebben tijdens het haken. Dan zou het ook een heel schattige look hebben. Maar ik heb het gewoon recht samengehaakt. Zo, het ziet er dan zo uit aan de voorkant. Als het gedragen wordt, ga ik natuurlijk de draad nog doorknippen en eruit trekken. Zo, de haarband is volledig klaar nu. Ik hoop dat jullie de instructies leuk vonden. Geef de video nog een duimpje omhoog. Deel het met jullie vrienden.
Abonneer op mijn kanaal om altijd als eerste op de hoogte te zijn van mijn nieuwe video's in de toekomst. En dan zie ik jullie graag volgende keer terug bij Doe Het Zelf Ideeën. Daag!